Mens klaar! Deze week is het de week van de scheidsrechter. Deze week is in het leven geroepen door de KNVB om de scheidsrechters wat extra in het zonnetje te zetten. Want zonder scheidsrechters beginnen we niks op het voetbalveld. Ook Mavilde doet mee met deze week. We gaan kijken naar de scheidsrechters en we gaan ook de arbitragecommissie interviewen om te kijken wat we bij Mavilde allemaal voor de scheidsrechters kunnen betekenen. Ik ben Imme Meekes, ik ben al 2 jaar scheidsrechter en het leuke aan het scheidsrechteren vind ik dat je kan zorgen dat de wedstrijd goed verloopt. Imme, je bent inmiddels 2 jaar scheidsrechter. Heb je daarvoor ook gevoetbald? Ja, volgens mij 3 of 4 seizoenen. En heb je toen bewust de keuze gemaakt om scheidsrechter te worden? Ja, het leek me al lang leuk, dus daar ben ik erbij gaan doen. Heb je al op het grote veld gefloten? Nog niet, over 2 weken de MO 13-1. En daar heb je natuurlijk heel veel zin in. Jazeker. Ja, dat kan ik me voorstellen. Zijn er nou nog dingen waar je extra op moet letten of die anders zijn dan op een klein veld, behalve dat het veld een stuk groter is? Ik denk buitenspel en de looplijn. Top. Nou, wij wensen jou heel veel succes bij jouw eerste wedstrijd op het grote veld. En we hopen jou nog lang als scheidsrechter bij Mavilde te mogen zien. Ja, dat hoop ik ook. Dankjewel. Ik ben Jesper van Ham. Ik ben 20 jaar oud en fluit al 7 jaar, waarvan 6 jaar bij Mavilde. Het leukste aan scheidsrechter zijn vind ik het nemen van beslissingen in hectische situaties op het veld. Daarnaast ben ik 2 jaar geleden begonnen met vlaggen voor de KNVB. En daarin heb ik de ambitie om door te groeien naar het betaald voetbal. Ik steek dadelijk even je hand voor de weg hier naast. Luc. Ja. Vincent. Ja. Max. Ja. Michael. Ja. Tim. Ja. En dat waren ze, 40 stuks. Yes. Succes, kom je zo aan. Yes, Jesper, je bent lid van de arbitragecommissie. Kun je eens vertellen wat jouw taken zijn binnen de commissie? Ja, ik ben vorig jaar toegetreden als eigenlijk hoofdopleiding, begeleiding en werving binnen de arbitragecommissie. Dat houdt in dat ik op zaterdagochtend veelal op het veld te vinden ben om de scheidsrechters te begeleiden. En in dit najaar en komend voorjaar gaan we weer actief werven op trainingsavonden om de scheidsrechterspoel aan te vullen. Want ja, we hebben er nog steeds te weinig, dus het is belangrijk dat we daar actief in blijven werven. En daar hoort ook een goede begeleiding bij natuurlijk op het veld om de jongens op weg te helpen. Ja, ik vond het zelf ook heel fijn voorheen. Dus, en nu doe ik het samen met Jeremy. We zijn met 2 personen, meestal op 4 wedstrijden. Dus dan begeleiden we allebei 2 scheidsrechters in de hoop dat ze uiteindelijk de stap omhoog kunnen maken. En je hebt het erover dat we binnenkort weer gaan werven. Vanaf welke leeftijd zouden scheidsrechters zich kunnen gaan aanmelden? Voor de pupillenscheidsrechters zijn we eigenlijk op zoek vanaf 12 jaar. Kunnen dus leden zich aanmelden. Voor verenigingsscheidsrechters, dat is ook voor uiteindelijk het grote veld, moeten ze 14 jaar zijn. Maar we beginnen altijd op het klein veld, dus vanaf 12 jaar al de onder 13. Het begeleiden van de scheidsrechters, wat houdt dat in? Ja, we komen altijd eerst samen bij elkaar in het wedstrijdsecretariaat 's ochtends. Dan gaan we even kijken naar of er eventuele leerpunten zijn of leerbehoeften liggen van de voorgaande wedstrijden. Jeremy heeft 2 scheidsrechters en ik heb dan 2 scheidsrechters op een normaal zaterdagochtend. Vervolgens gaan we samen het veld op. Dan gaan we dus kijken naar de spelerspassen, zodat de wedstrijd ook eerlijk kan verlopen. En gedurende de wedstrijd kijken we in de pauzes, de time-outs en de rust. Komen we even bij de scheidsrechters en dan gaan we even kijken hoe het gaat en of we eventueel bij moeten sturen. Hij gaf een penalty. Waarvoor gaf je de penalty? Ik vond dat de speler zijn arm te ver van zijn lichaam had in een onnatuurlijke positie en daarvoor is ik gewoon dat het gegeven. Nou, okay. Ja, je straalde in ieder geval een hoop zekerheid uit toen je de penalty gaf. Ja. Dat was overtuigd. Tenminste, zo kwam je over. Dan had je net natuurlijk over dat je twijfelt, maar dat is altijd een beetje lastig met handballen. Ja. Wanneer is het nou wel of niet strafbaar? Ja, want uiteindelijk vond ik het kort recht in het trainen. Ik zie hier ook diverse scheidsrechters rondlopen met een headset. Kun je daar eens meer over vertellen? Hoe werkt dat? Bij een aantal wedstrijden, en vooral als wij denken dat een scheidsrechter daaraan toe is, gebruiken we de headset. Hierdoor kunnen de begeleiders kunnen meeluisteren als het ware hoe de scheidsrechter communiceert met spelers. Maar tevens kunnen wij ook in de wedstrijd bijsturen of al tips geven die de scheidsrechter dan meteen kan toepassen in de wedstrijd. Om in de hoop dat ze daarvan meteen beter kunnen worden. Want voor de een werkt natuurlijk tussentijds begeleiden en de ander heeft liever dat we meteen wat bijsturen om beter te worden. Daar heeft iedereen zijn eigen leerbehoefte en zijn leermanier in. En zo proberen wij daar ook een diversiteit, een divers aanbod aan te geven. Ik ben Kaylin, ik ben 13 jaar en ik ben al een half jaar scheidsrechter.
Wat ik het leukste vind aan scheidsrechter zijn, is denk ik wel die blije kopjes van die kinderen als ze scoren. Ik ben Bram van der Vocht. Ik fluit al 4 jaar bij Mervilde. Het leukste aan scheidsrechter zijn vind ik dat kinderen een leuke wedstrijd geven op een eerlijke manier. Ja, je bent de hoofd van onze arbitragecommissie. Kun je eens vertellen wat de arbitragecommissie eigenlijk allemaal doet binnen onze vereniging? De arbitragecommissie is voor alle scheidsrechters die hier binnen Mervilde fluiten. Wij zorgen ervoor dat de scheidsrechters op de juiste plek zijn op de juiste momenten. Maar ook dat, dat ze worden begeleid, worden opgeleid. En dat doen we gelukkig samen met een aantal hele enthousiaste vrijwilligers die mij helpen binnen de arbitragecommissie. Waaronder een Jesper van Ham, waaronder een Jeremy Michels, maar ook vooral een Cor Bartelmeijers die de seniorentak onder zijn hoede heeft. En zorgt dat alle scheidsrechters op zondag netjes aanwezig zijn, maar dat ik dat ook nog doe voor de zaterdagtak. Het is deze week de week van de scheidsrechter. Daar besteden we hopelijk als Mervilde ook goed aandacht aan. Wat kunnen we daarvan terugzien? Wij proberen als Mervilde zijnde altijd de scheidsrechters in een mooi daglicht te zetten op zo'n moment. Ze krijgen allemaal netjes een presentje vanuit de club. Maar vorig jaar hebben ze bijvoorbeeld allemaal nieuwe tenues gekregen. Het jaar daarvoor hebben ze een doosje chocolade gekregen. Maar dat is ook allemaal gedeeld door de teams aan de scheidsrechters. Of uitgedeeld door de teams aan de scheidsrechters. Waardoor het ook vanuit de club wat meer wordt gedragen. En niet alleen vanuit het bestuur of de jeugdcommissie. Maar gelukkig zijn er ook teams die eigen initiatief hebben getoond door bijvoorbeeld een erehaag te maken voor de scheidsrechter. Waardoor het voor de scheidsrechter natuurlijk ook extra speciaal wordt om het veld op of af te gaan. Dus daar zijn we natuurlijk ook als arbitragecommissie super blij mee dat er eigen initiatieven zijn. Ja, dat is denk ik inderdaad heel belangrijk. Goed dat ook de aanvoerders erbij betrokken worden om dingen uit te delen. Want die hebben toch een bijzondere plek in een team. De communicatie tussen de scheidsrechter en hun eigen spelers. Er is een nieuwe regel die te maken heeft met het belagen van de scheidsrechter. Kun je die eens toelichten? Natuurlijk kan ik die toelichten. Vanuit de KNVB is er in ieder geval opgemerkt dat er op de hoogste niveaus binnen Nederland, dus de Eredivisie, de Keukenkampioendivisie, dat scheidsrechters daar gewoon massaal belaagd werden door spelers. Dat is niet de bedoeling, dat is ook niet wat we willen natuurlijk. Maar ze hebben ons wel de handvaten gegeven om daar strenger tegen op te treden. In de vorm van een gele kaart, maar ook in de vorm van het aanspreken van een aanvoerder, die daarin natuurlijk een hele cruciale rol speelt richting de scheidsrechter, maar ook richting de spelers en de technische staf van teams. Dus de aanvoerder is voor ons gewoon de belangrijkste man op het veld. Hij is voor ons eigenlijk het verlengstuk richting de spelers, richting de teams. Dus mochten er dingen zijn die wij opvallen, die wij niet prettig vinden, dan gaan we dat natuurlijk eerst met de aanvoerders bespreken. Want uiteindelijk zijn zij de verantwoordelijke voor hun teams en uiteindelijk ook de technische staf. We kennen allemaal denk ik inmiddels de aangescherpte richtlijnen vanuit de KNVB omtrent commentaar op de leiding. Ik ga er wel in mee. Dus één keer krijg je een vermaning, de tweede keer gaan er kaarten vallen. En dan blijven ze ook vallen. Dus wees verstandig daarin. Ik denk inderdaad dat het een goed iets is dat de KNVB optreedt tegen deze dingen die we op tv zien en die kinderen heel gemakkelijk over kunnen nemen. Daarnaast denk ik, we zijn Mervilde toch heel erg bezig met het opleiden ook van scheidsrechters. Dat het spelers of over de drempel kan helpen om zelf ook scheidsrechter te worden. Wat kun je nog vertellen over onze scheidsrechtsopleidingen? Wij proberen alle scheidsrechters netjes op te leiden via de KNVB-cursus die worden aangeboden. Daarbij beginnen ze bij de pupillencursus. Dat zijn de wedstrijdjes op halfveld en een kwartveld. Vanuit daar willen we dat ze doorstromen naar de verenigingsscheidsrechtscursus, waarbij ze dus de ervaring op gaan doen op groot veld. Natuurlijk doen we dat niet achter elkaar door, maar willen we dat ze eerst ervaring opdoen op de kwart- en de halfveldjes. En daarna doorstromen naar het grote veld, om daar dan natuurlijk ook weer verder in te groeien. Uiteindelijk kan de scheidsrechter er dan voor kiezen om zelf naar de KNVB te gaan om daar nog een vervolgopleiding te volgen. Waarbij ze dus de mogelijkheid krijgen om voor de KNVB te gaan fluiten bij andere verenigingen in de regio.
Ja, want andere verenigingen in de regio. Ik zat laatst bij een jeugdtoernooi van FC Eindhoven op de tribune. En daar zag ik een van onze eigen scheidsrechters, Dante Sabel, rondlopen. Hoe is die daar zo terechtgekomen? Dante is daar terechtgekomen via de samenwerking die we hebben met PSV en FC Eindhoven. Dante bijvoorbeeld, die fluit regelmatig wedstrijden bij PSV, bij FC Eindhoven, om daar ervaring op te doen. Dante zal ook waarschijnlijk een van de jongens zijn die uiteindelijk door zal gaan stromen naar de KNVB. Hij heeft heel veel aanleg, ook heel veel potentie, maar vooral ook heel veel motivatie om daar de wedstrijden te fluiten. Ik ben Dante, ik ben al 6 jaar scheidsrechter en het leukste aan het fluiten vind ik de leiding hebben over de wedstrijd. Dante, je bent inmiddels al 6 jaar scheidsrechter, dus je hebt ook de opleiding van Mavilde meegemaakt. Hoe heb je dat ervaren? Ja, best prima eigenlijk. Ik ben goed begeleid door Jurjaan destijds. Ik heb cursus gehad. Mijn eerste was door Nick Ooms en de tweede was op het sportcomplex van Brabantia voor vereniging scheidsrechter. Ja, het is allemaal super goed gegaan. Ik heb tijdens mijn loopbaan heb ik bij UNA moeten fluiten voor een soort testwedstrijden. En dat is super goed gegaan eigenlijk. We hebben net van Jurjaan gehoord dat je af en toe ook wedstrijden mag fluiten bij FC Eindhoven en bij PSV. Kun je eens vertellen wat jouw ervaringen daar zijn? Ja, dat is wel super gaaf. Dat is altijd wel een droom geweest. Het moment dat ik begon met fluiten heb ik als ambitie gehad Champions League finale. En dat duurt nog even. Maar dan is het wel vet om bijvoorbeeld op de Hertgang rond te lopen en in het stadion van FC Eindhoven te fluiten. Ja, dat is wel een ervaring en een eer en ja, daar ben ik best trots op. Ja, dat mag ook. En wij zijn als Mavilde natuurlijk trots ook op jou. We hopen dat je het nog heel lang volhoudt. Wat zou je onze kijkers eigenlijk nog mee willen geven? Want we kunnen nog steeds heel veel scheidsrechts gebruiken, hè? Ja, natuurlijk. En ik zou zeggen, meld je gewoon aan. Je komt er vanzelf achter of je het leuk vindt. Probeer niet te snel op te geven. Dat is sowieso mijn tip. Oké, dankjewel. We wensen jou heel veel succes in jouw scheidsrechtscarrière. En maak ons en jezelf trots. En dan zien we jou in de Champions League finale over een aantal jaren op het veld staan. Succes. Dankjewel. Ja, en dat is dus een van onze eigen jongens. Dus voor iedereen eigenlijk een oproep van meld je aan als scheidsrechter, als pupillenscheidsrechter. En zorg dat je gemotiveerd blijft. Met de steun van Mavilde moeten we er volgens mij komen om zo snel mogelijk weer een hele hoop fijne scheidsrechters op het veld te hebben staan. Jur, dankjewel. Graag gedaan, Stef. Dankjewel. Wil je meer weten over onze arbitragecommissie? Kijk dan op onze website. Zonder scheidsrechters geen enkele wedstrijd. Dus, vind je het leuk om wedstrijden te begeleiden en te zorgen dat alle kinderen met plezier kunnen voetballen? Meld je dan aan. Jongen, meisje, lid of geen lid, maakt niet uit. Wij zorgen voor een goede opleiding en samen zorgen we ervoor dat alle wedstrijden weer door kunnen gaan.